Schrijvers vergeten nog wel eens dat ze een lichaam hebben en daarom geven Jasmijn en ik al bijna 10 jaar yoga- en schrijfprogramma's. Omdat fysieke beweging zoveel goede impact kan hebben op je schrijven. En nu is de dag aangekomen dat Jasmijn een speciale collectie voor schrijvers heeft samengesteld die je thuis kunt doen wanneer je maar wil. Dus Jasmijn, wat kan je daarover vertellen? Er zijn verschillende sessies gericht op je ademhaling, om actieve ondersteuning in de ontspanning. En wat kun je doen als je nog steeds heel erg hoofdelijk bezig bent om die overgang te maken naar slapen gaan. Wat ook heel belangrijk is. Alles om je schrijfleven te ondersteunen. Dus begin vandaag. Wat houd je tegen?